Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Omroep Tilburg Sport. Het WK Atletiek in Peking was dit jaar een groot succes en dat kwam vooral dankzij de prestaties van Daphne Schippers. Dat was afgelopen augustus en binnenkort is het tijd voor de Nederlandse paaratleten om hun kunsten te vertonen op het hoogste podium. Een van die paaratleten is Marlene van Ganzenwinkel uit Hilvarenbeek. En wij gingen in het voorjaar bij haar langs, toen al in voorbereiding op het aankomende WK. Zo'n 70 kilometer van Tilburg, vlakbij Arnhem, ligt sportcentrum Papendal, het epicentrum van topsport in Nederland. Een van de sporters die er veel tijd op brengt is Marlene van Ganzenwinkel. Ze traint zo'n 8 tot 10 keer per week. Meestal in Arnhem, maar ook een keer in het Olympisch Stadion in Amsterdam en een keer thuis. Ze vindt atletiek heel mooi, maar haar twee favoriete onderdelen zijn verspringen en de sprintafstanden. Waarom? Het is kort en explosief. En dat past heel goed bij mijn lichaam en bij mijn geest. En dan ja, past gewoon bij hem. Ja. Marlene is dus echt iemand die houdt van het explosieve. Vooral bij het rennen. Dat is een sterk punt, zegt ze zelf. Ik ben, wat ik zei, ik kan gewoon echt heel hard en heel veel kracht geven. En dat zorgt dat ik de grond echt aanval als ik ren. En dat hoor je ook, want bij mij hoor je aankomen. Dat is het heel, dat zorgt ervoor dat ik wel snel ben, zou ik zeggen. Okay, dus dan de techniek is nog niet zo goed eigenlijk bij mij, maar ik ben heel snel omdat ik gewoon echt heel sterk ben in mijn benen en dus daardoor heel hard mijn voet op de grond gooi. Ja, mijn voet en mijn prothese. Dus dat is een beetje mijn sterke punt. Haar techniek is nog voor verbetering vatbaar en als topsporter weet ze als geen ander dat dat een belangrijk aspect is in de atletiek. Een sport die ze nog niet zo heel lang beoefent. Ik doe natuurlijk pas iets meer dan 2 jaar atletiek, dus er is nog zoveel te verbeteren aan techniek, want je kunt niet in 2 jaar een techniek aanleren. Dat is gewoon niet te doen. Dus er is gewoon nog zoveel te verbeteren en dat zie je ook bij mij, dat er nog een hoop dingen te verbeteren zijn. En dat is zeker iets waar we aan werken, maar dat komt met de tijd, dat gaat niet in één keer. En ze heeft nog tijd genoeg. Ze is inmiddels pas 20 jaar oud. De 5 jaar oudere Malou van Rijn is misschien wel de bekendste paratleten van Nederland. De Blade Babe won in het verleden al Olympisch goud op de 200 meter en zilver op de 100. Toch is zij niet het grote voorbeeld van Marlene en dat heeft een logische reden. Ik bedoel, mensen die de meeste mensen als voorbeeld zien, dat is mijn tegenstander. Dus dat zie ik niet echt als voorbeeld. Malou van Rijn. Malou van Rijn, inderdaad. Ondanks dat het een hartstikke goede atleet is, hoor daar niet van. Maar het is natuurlijk gewoon mijn tegenstander en... om een echt voorbeeld aan te nemen, ze heeft natuurlijk ook gewoon 2 blades en ik heb er 1 en ik mis een arm. Er is niet echt iemand ongeveer hetzelfde als ik. Dus dat is ook natuurlijk een dingetje. Maar ik vind, ik heb wel in de valide atletiek dat ik Daphne Schippers wel echt een hele goede atleet vind en heel goed kan lopen. Dat zie ik wel een beetje als het voorbeeld voor atletiek zelf. Ja. En dan, dus dat vind ik wel een goed voorbeeld om naar te kijken. Om een absolute topper te worden zal Marlene dus nog stappen moeten maken. De mindset is in ieder geval in orde en met haar ambities zit het ook wel goed. Echt vooruitkijken in de toekomst. Wat is dan het grootste doel wat je wil bereiken in de atletiek? Een medaille op de Paralympische Spelen. Dat is echt het grote doel wat ik echt heel graag wil doen. En of het in 2016 is of in 2020, dat is de vraag. Of misschien wel in 2024, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik hoop gewoon ooit een Paralympische medaille te halen. Moet het maar goud zijn? Het liefste wel, maar als het niet haalbaar is, dan niet. Maar elke Paralympische medaille is al een heel mooi iets. Hopelijk voor Nederland en haarzelf krijgt Marlene gelijk. Dan kunnen wij in ieder geval zeggen dat wij haar als eerste televisiezender hebben geïnterviewd. Ja, en het WK vindt plaats van 22 tot en met 31 oktober in Doha, Qatar. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de prestaties van Marlene. Dan door naar een sport waar je wellicht niet zoveel over weet. Verslaggever Ria Linsen ging langs bij Waterman Dive Center en dook zowel letterlijk als figuurlijk in deze wereld. Duiken. Iedereen weet wat duiken is en er komt heel veel bij kijken. Maar kan iedereen eigenlijk wel duiken en kun je hier bijvoorbeeld in Nederland heel mooi duiken? Hier bij Waterman Dive Center in Tilburg weten ze alles over de duiksport. Henk, kun je ons vertellen hoe een dagje duiken eruit ziet bij de Waterman Dive Center? Ja, dat begint al op het moment dat we opstaan eigenlijk. En dan gaan we het avontuur beleven. En dan komen we hier op de duikschool en het duikcenter.
En dan starten we natuurlijk met gezellig met een kopje koffie. En daarna gaan we bespreken waar we naartoe gaan. Als het wat dichterbij is, dan kunnen we het direct bespreken. Als het verder weg is, dan zullen we natuurlijk een planning moeten maken waar we er precies naartoe gaan. Daarna, als we weten waar we naartoe gaan, doen we de spullen laden. En we rijden naar de duikstek toe. Vaak zijn de mensen die denken vaak aan de Malediven of Curaçao. Of, ik hoor altijd van allerlei oorden waar ze aan denken, behalve in Nederland. En ja, in Nederland is gewoon echt heel erg mooi. Nou, stiekem ben ik al een tijdje geleden met de mannen van Waterman Dive Center hier in Tilburg gaan duiken. Ze hebben mij de onderwaterwereld van Tilburg laten zien. Fantastische ervaring. En ik zou zeggen, oordeel het zelf maar. In the ceiling, ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? JP, je duikt al een tijdje, maar er zit een heel bijzonder verhaal achter. Kun je ons wat over vertellen? Ja, inderdaad. Ja, mijn verhaal achter het duiken is eigenlijk, ik ben er in aanraking gekomen op vakantie. Ja, dat was gewoon geweldig eigenlijk. Heel leuke ervaring, rustgevend. Alleen, ik zat met een probleem. Ik had een knieletsel opgelopen en problemen met zwemmen, overal mee eigenlijk. Hele activiteiten vielen weg. En, maar ja, ik wou toch graag duiken, want dat was zo super ervaring. Dus toen ben ik hier terecht gekomen en toen ben ik aan het duiken begonnen. En toen merkte ik eigenlijk door het duiken en dat ik meer ging duiken, dat ik ook mobieler werd, flexibeler werd. En door heel mijn opleidingen heen werd het alleen maar beter en beter. Tot eigenlijk het niveau wat ik nu heb bereikt, dat ik eigenlijk gewoon zo functioneel ben geworden. Dat ik eigenlijk ja, grotendeels alles gewoon weer kan op een normaal niveau. En misschien nog wel veel beter qua conditie, qua lichaamsprestatie, alles erop en eraan. Buiten het leuke van het duiken is het voor mij ja, eigenlijk mijn redding geweest dat ik weer ja, lekker in het leven stond. Absoluut. En kun je ons vertellen wat je nou zo mooi aan het duiken vindt? Nou ja, het mooie aan het duiken is eigenlijk het stukje rust wat je ervaart. Je benadert je in een andere wereld. Alles, het dagelijkse leven gaat van je af. Je bent eventjes één met de natuur. Ja, het geeft een spanning, een kracht. En ja, de rust, je komt herboren weer terug uit het water, helemaal voldaan eigenlijk. Het is ja, niet te beschrijven als je het nooit mee hebt gemaakt. Het is niet uit te leggen, je moet het gewoon ervaren. En dan heb je zoiets, ja, dit is geweldig. En dat maakt het voor mij ja, de sport eigenlijk. Absoluut. Nou, hopelijk bent u een stuk wijzer geworden over de wereld van het duiken. Ik in ieder geval wel. Ik heb een fantastische dag mee mogen maken hier bij Waterman Dive Center in Tilburg. En het duiksport in Nederland is zeker een aanrader. Tot zover Omroep Tilburg Sport. En mocht u nu zelf iets tegenkomen waarvan u denkt dat kon wel eens iets voor dit programma zijn, laat het ons dan even weten. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.